binding met Halo heb ik eigenlijk nooit gehad. Tot het moment dat je daar binnenkomt als hoofdsteer en echt in een, gelijk in een heel warm nest komt. Waar ze je bijna omarmen. En het is echt een hele warme club, een hele fijne club. Vanavond zitten we met Dick Makkink en we spreken met 2021. Ja, Dick, welkom. Dankjewel. Bijzonder jaar voor jou, Dick. Want we kennen jou natuurlijk eigenlijk allemaal als hoofdtrainer. Trainer geweest bij Benslo, bij Lochuizen, bij Meddo, bij Mac, bij Haarlo. Vergeet ik er vast nog één. Een paar jaar geleden heb je gezegd van nou, dit was het wel voor mij. Ik stop als hoofdtrainer. Ik dacht, we zien Dick Makkink sowieso nog wel terug. En dat is ook gebeurd. Alleen niet meer als hoofdtrainer. In 2021 denk ik als we het begin bekijken, dan was het toch voor jou de oprichting van UNO. Want dat is toch iets heel unieks waar jij heel nauw betrokken bij bent geweest. Ja, misschien is dat wel de aanzet geweest tot mijn huidige functie. Ik ben inderdaad toen door het bestuur van Halo gevraagd van goh, wil jij niet deelnemen in de werkgroep? Oprichting van een vijftal jeugdafdelingen. Nou, namen zijn wel bekend, EGV, GSV, Halo, zat al in een combinatie met Noordijk en Reunie. Heel met een viertal mensen opgestart, van elke vereniging één. Noordijk heeft zich op dat moment eigenlijk ja, uit het bestuur wat teruggetrokken en gezegd van wij doen daar niet aan mee. Halo is namens ons woordvoerder. Heel met ons vieren gedaan, erg leuk groepje gehad met ons vieren, hebben de taken goed verdeeld, we hebben werkgroepen opgericht, we hebben echt in een jaar tijd zoveel gedaan. Ja, je weet, je moet van A tot Z alles regelen en alles is inmiddels geregeld en de club die draait met een prachtig tenue. Ik ben er best wel een beetje trots op dat ik dat ook in mijn rugzakje toch mee kan nemen. En ook de andere drie hebben ook perfect werk geleverd en denk met ons vieren waren we echt een goed team. En elke week vergaderen van FaceTime van 7:30 tot 10:30, 11:00, maakt allemaal niet uit. Veel tijd ingestopt, maar erg leuk. Ja, want was jij eigenlijk nog betrokken bij Halo? Want je was al een tijdje weg als hoofdtrainer. Wat deed je daar nog? Ik was na mijn hoofdtrainerschap in 2018 daar gestopt. Toen ben ik gevraagd, wil je niet wat voor de jeugd gaan doen? Ja, noem het jeugdcoördinator met een groot woord. Dus dat heb ik 2 jaar gedaan, zeg maar. Betrokken geweest bij de jeugd. Maar langzamerhand liep dat toch een beetje terug. Ook qua beleving in Halo. Ja, het was echt, het moment kwam alles als geroepen om samen te gaan met de andere vereniging die ik zojuist noemde. Dus dat was wel een goed moment. Het had ook niet een jaar langer moeten duren in mijn optiek, want dan was het misschien wel de andere kant op gegaan. Dat misschien juist ook het bestaan zeg, van Halo bij de jeugd in gevaar dreigde te komen. En dat is nu natuurlijk weer gewoon prima bij UNO ondergebracht. Het probleem van de kleine verenigingen? De oplossing van de kleine verenigingen, is UNO een schoolvoorbeeld? Ja, ik denk het wel. Voor mij is het een uniek voorbeeld, zeker in volgens mij ook in heel Nederland. Een samenwerking met jeugdteams van 5 verenigingen is natuurlijk niet niks. Ook 5 verschillende culturen. Ook dat merk je als je aan het vergaderen bent, van nou, bij ons gaat het zo en bij ons gaat het zo. Ja, dus dat is ook heel leuk om dat allemaal mee te nemen. Oh, wat doen jullie dat zo? Maar, nog nooit aan gedacht. Dus daar ga je een beetje met de cultuur zeg maar, van GSV bijvoorbeeld mee. Een week later zeggen ze bij EGV, maar wij doen het altijd zo. Okay, dus, en dat hebben we allemaal samengekeerd. En ja, er is een prachtige samenwerking uit ontstaan. Dus ja, echt 5 verenigingen is echt uniek. En de naam UNO is natuurlijk ook fantastisch gevonden door een van de werkgroepleden. UNO 21, UT Noordenschap ontstaan. En mooier kan het eigenlijk niet. Wordt dat zo in één keer geroepen tijdens een vergadering? Ja, zo ging het eigenlijk wel. Zo ging het eigenlijk wel. Ja, iemand die zei van, ik wil een naam en het wordt UNO 21. Dus die werd gelijk opgeschreven. Ja, zo ging dat. Ja. Nou is het zo dat jullie dan met z'n vieren daar zitten en zeggen, nou, zo gaan we het doen. En dan in één keer, oké, jullie vieren zijn eruit. Maar dan sluit alles en iedereen aan. 250 kinderen. 500 vaders en moeders die dat ook een iets minder, want sommigen hebben natuurlijk 2, misschien wel 3 kinderen in de klas zitten. En dan vervolgens ook nog alle leden die er wat van willen vinden, alle bestuursleden. Kwam er toen echt van alles op je af of ging dat heel makkelijk? Ik moet eerlijk zeggen dat toch allemaal wel vrij makkelijk ging. We hebben natuurlijk tussendoor wel zoveel mogelijk geprobeerd om de ouders te informeren. Het was altijd lastig in coronatijd.
Want je moet er allemaal op afstand doen, middels brieven. Dus op een gegeven moment ook gezegd, we maken een soort van informatiebrief waarin we telkens vertellen van hoeveel we zijn, in welk stadium zitten we. Ik moet eerlijk zeggen dat ik van de ouders eigenlijk weinig reacties heb gehad in negatieve zin. Alleen maar in positieve zin. En ja, dat doet je ook als werkgroep lid ook goed. En we hebben op een gegeven moment allerlei andere commissies, kleine werkgroepjes in het leven geroepen voor technische verhalen, voor de sponsoring. Al dat soort zaken. Dus ja, op een gegeven moment is het natuurlijk wel een eikpunt van waar wordt er getraind? En dat is natuurlijk voor de ouders vraag nummer 1. Waar wordt er getraind? Waar zijn de wedstrijden? Nou, ik geloof dat dat nu ook nog, ik volg het een beetje nog langs de zijlijn. Maar het gaat allemaal in goede harmoniteit. Ja, want het is natuurlijk misschien ook wel de tijd die daar is, dat men zich realiseert dat er samengewerkt moet gaan worden. Dat zeg je net ook in Halo, als we het niet hadden gedaan, of als deze kans zich niet had voorgedaan, dan weet ik niet hoe het gegaan was. Ja, dat is ook zo. Dus dat was ook voor de andere verenigingen, was dat het verhaal. EGVV zat in een samenwerking met Diepenheim. Nou, dat liep eigenlijk ook af. Die samenwerking stopte. Wij zijn gestopt met de samenwerking met Noordrijk. Dus je moet dan wel op zoek naar iets anders. En alleen had Halo absoluut geen bestaan zeg meer binnen de jeugdafdeling. Dus ja, op een gegeven moment hebben we gewoon aangeklopt en gezegd, we willen graag deelnemen in die samenwerking die Reunie ook al had met GSV natuurlijk toen die tijd. Ja, dat was al echt gekneed en jullie zijn daar bij aangesloten. Ja. 28 augustus was het volgens mij. Toen stond ik daar ook. Jij ook, want jij was zeg maar een van de vier van de werkgroep. Jullie hebben toen overgedragen aan het huidige bestuur van UNO. 250 kinderen op het veld. En dat was het moment dat jij jouw werkte daar op had zetten. Ja, dat klopt. Het was inderdaad 28 augustus hadden we de kick-off zeg maar, van UNO. Een hele leuke dag gehad. Of ochtend een klein stukje van de middag gehad. Wat nagebabbeld en toen ben ik naar huis gereden. Toen dacht ik inderdaad van, ja, Dick, en nu? Dus dan kun je nog wat doen bij HALO. Maar ja, daar zijn alle functies eigenlijk ook wel een beetje ingevuld. Wat ik zo dacht, maar ja, dat was dus niet zo. Nou, dan gaat er een paar maanden overheen en op een gegeven moment rij je op vakantie richting Oostenrijk en dan word je gebeld. Eerst jou. En ik had al connecties in Halo natuurlijk. En Dick Turners die vroeg mij van, god Dick, wil jij geen voorzitter worden van onze club? Ja, en dan ga je weer nadenken. Op een gegeven moment was het antwoord een hele definitieve ja. Ja, want uiteindelijk, dat weten de mensen natuurlijk niet, maar had ik jou gebeld omdat we bij EGVV nog een trainer zochten. Toen zei jij van, ja, nee, dat veldwerk is echt wel klaar voor mij. Dat wist ik ook. Maar goed, hè, niet gescoord is altijd mis. Ja. En toen zei jij ook van, ja, maar Halo heeft mij voor iets gevraagd. Toch wist ik toen meteen, Dick Makkink wordt de nieuwe voorzitter van Halo. Waarom denk ik dat dan meteen? Ben jij dan toch iets in mij zei dat jij voorzitter bent? Ja, ik denk dat jij dan mij best wel goed kent. Dat is natuurlijk ook zo in al die jaren dat we contact met elkaar hebben. Goed contact met elkaar hebben, gelukkig. En dan ga je denk ik ook in jouw hoofd misschien denken van, ja, we zoeken eigenlijk nog een voorzitter. Dat zou misschien wel iets zijn voor Dick. Het is een functie waar hij over na gaat denken. Dus ja, het is geen functie van grensrechter bij de eerste helft al zo. Dat had ik ook nooit gedaan. Maar een functie waar je over na moet denken is onder andere wel een functie van voorzitterschap. Dus dat ga je niet zomaar doen, zeggen oké, ik bel je morgen terug en ik doe het. Ik heb er echt goed over nagedacht. Wat stelt er allemaal voor? Wat moet je er allemaal voor doen? Veel, blijkt nu. Maar wat ik net al tegen je zei, ik vind het echt fantastisch. En ik had, als ik nee had gezegd, had ik daar denk ik spijt van gekregen. En ik ga ervoor, ik vind dat gelukkig. Een hoofdtrainer die voorzitter was. We zeiden net, UNO 105 is heel uniek. Een hoofdtrainer die voorzitter was, denk ik ook heel uniek. Ja, is heel apart. Je zit natuurlijk nu in een hele andere positie. Nu kijk je naar een hoofdtrainer. Vroeger moest je als hoofdtrainer zelf stekend je best doen om punten voor die club te halen. En nu denk je eigenlijk een beetje andersom. Ik hoop dat onze trainer vandaag weer punten haalt. En als het dan lukt, dan denk ik, yes, het is een beetje mijn club geworden, zeg maar. Dan zijn de punten zijn voor ons. Maar je kijkt nu wel heel anders naar, bijvoorbeeld ook naar het voetbal van het eerste elftal. Daar kijk je toch met een andere oog naar dan dat je hoofdtrainer bent. En als hoofdtrainer ben je ook hoofdtrainer van het eerste. En als voorzitter ben je voorzitter van de club. Dus je bemoeit je een beetje met de jeugd. Je bemoeit je een beetje met het tweede, derde, eerste, kantinedienst,
35 plus en ja, die hebben nog veel breder. Soepactie onlangs gehad. De oud-voorzitter die lang heeft gezeten, Dick Turns, die heeft natuurlijk ook allerlei dingen gedaan. Ik volg hem een beetje daarin nu, merk ik zelf. Dick zit ook in een werkgroep die ik in het leven heb geroepen om naast bestuursfunctie toch ook nog wat dingetjes te regelen, wat achterstallig werk, wat er ligt. Dat doen we met die stuurgroep. Daar zit ook Dick in. Dick was ook een man, die ken je ook van, die ook eigenlijk alles in brief had bij Halo, wat er ook maar gebeurde. Dick zat erbij. Zo'n type ben ik ook wel een beetje. Van, ik wil eigenlijk wel een beetje van alles wat weten. Ik wil ook weten hoe een kassa achter de bar werkt. Ik wil weten hoe de ballen pompt. Dat weet ik dan toevallig, omdat ik daar trainer ben geweest. Maar dat soort zaken, nou, dat wil ik ook gewoon weten hoe dat allemaal werkt. Nou is de ene Dick, hè, Dick Turnus, een kind van de club. Jaren in het eerste gevoetbald, jaren voorzitter geweest. Net wat je zo zegt, alles daar gedaan. Dat ben jij niet. Jij bent geen Haarloer. Sterker nog, volgens mij kom jij bent van origine. Ben je Lochuizenaar, toch? Ja, dat klopt. Ik ben eigenlijk in Lochuizen opgegroeid als jeugdlid, later als speler van het eerste elftal. Toen naar Eibergen verkast, daar gaan wonen, heb ik in Rekken gevoetbald. Vanuit Rekken ben ik eigenlijk het trainerswereldje binnengestapt. Een beetje wat jij al zei, in de Achterhoek rondgezworven. Maar binding met Halo heb ik eigenlijk nooit gehad. Tot het moment dat je daar binnenkomt als hoofdtrainer en echt gelijk in een heel warm nest komt. Waar ze je bijna omarmen. En het is echt een hele warme club, een hele fijne club. En dat is denk ik ook de reden waarom ik daar ben blijven hangen. Het is niet alleen van, men vraagt mij voor het voorzitterschap. Maar ook van, ja, ik wil hier gewoon wat doen. Men hoefde mij eigenlijk niet te vragen. Want die functie die zat er eigenlijk aan te komen. En ik denk, ja, ik zou het wel doen, zou ik het niet doen. Komt die vraag, nou, dan is het ook nadenken en doen. Nou ben jij, zoals ik je omschrijf, een mensenmens. Hè? Dat merk je eigenlijk meteen. Wij kennen elkaar al jaren, omdat ik die voetballerij natuurlijk overal gevolgd heb. En ik heb jou ook al tig keer geïnterviewd. En dan denk je, ja, dat is een klik, een natuurlijke klik. Ik denk dat jij dat met veel mensen hebt. En dat je daarom zo thuis bent in een dorpsclub als Haarlo. Ben je dat met me eens? Ja, nee, dat klopt. Dat ben ik gelijk met je eens. Ik bedoel, ik heb bij kleinere clubs gewerkt, die je net noemde. Allemaal kleine clubs, behoudens FC Eibergen, waar ik de A-jeugd nog 2 jaar heb gedaan. Dan werk je bij een grote club, dat merk je ook. Dat is weer een verschil. Bij kleine clubs voel ik me thuis. Ik ben natuurlijk opgegroeid in Lochuizen, waar ik net zei. Ja, dus dat wordt je ook meegegeven. Dus vandaar dat ik ook bij kleine clubs voel ik me helemaal thuis. Als ik op zondagmiddag wegging in Lochuizen of in Misten of in Meadow. En dan weet je eigenlijk van het eerste tot en met het vijfde. De jeugd, je weet alle uitslagen. Je kent ze bijna allemaal. Want dat wilde ik dan ook weten. Van, wat zijn de ouders van die jongen? Wat doen ze? Dat trekt mij heel erg. En bij Halo is dat niet anders. Nou, hebben ze in Halo op een gegeven moment op Facebook gezet. Hè? Komende woensdag ledenvergadering met de bekendmaking van de nieuwe voorzitter. Nou, ik wist het. Je zei, één iemand had het nog meer geraden. Kevin Hoenink, de oude keeper. Ja. Het was dus een grote verrassing voor de Halo's. Niemand had het gedacht van dat zo'n dik maak ik nog wel eens kunnen gaan doen? Nee. Wat ik na die tijd gehoord heb, heeft niemand daarbij aan mijn naam gedacht. Ik was ook altijd op de vergadering. Dus dat was ook niet vreemd dat ik daar zat. Ik zat naast Dick Turnsen. Dat was wel heel grappig. Dus maar het was net een stoel vrij. Ik ga naast Dick zitten. En op een gegeven moment de oud-voorzitter Martijn Harking die nam een aanloopje richting mijn naam. En op een gegeven moment stond dus Dick Turnsen op. En ik stond ook op. En toen ging het van, nou, wilde echt Dick opstaan. En dat werd dan of pas dan mijn nieuwe voorzitter. En, mijn naam werd toen geroepen en groot applaus, veel mensen, kleine toespraakje gehouden en ik was echt blij. Ik was echt in mijn nopjes. Je bent echt nog maar net begonnen, maar vol enthousiasme merk ik. Ja, nu vandaag precies de 2 maanden, 13 oktober was de ledenvergadering, overal ingedoken. Er zijn bestuurswisselingen geweest, penningmeester is weggegaan, we hebben nu inmiddels een nieuwe penningmeester. Naam kan ik nog niet bekendmaken, maar dan komt per januari treedt hij officieel toe tot het bestuur. Ben ik een beetje bestuur aan het vormen, commissies aan het vormen, bestaande commissies misschien uitbreiden. Zo ben ik bezig om die club niet een duw te geven, maar dat hebben ze niet nodig. Maar wel weer een beetje vorm te geven met mijn eigen inziens van hoe je een club zou moeten leiden.
Nou, ja, moeten we eigenlijk met de voorzitter niet meer over het sportieve verhaal praten, hè, want dat is voor de hoofdtrainer. Toch ga ik dat nog even doen. We liggen weer stil, we balen er met z'n allen enorm van. We weten ook niet wanneer we gaan beginnen. In ieder geval staat het nu in het weekend van 2021 januari gepland. Ja, ja, ja. Maar het ging even lekker. Zo vlak voor de winterstop met jullie eerste. Absoluut. Ik moet zeggen van dat Haarlo, ik heb ze nu volgens mij 4 wedstrijden aan het werk gezien. Ik vind het een leuk elftal. Ik had het net ook aan de bar even over. Het is, er staat weer een elftal. Een mooie mix, jong en oud. Danny Vroeven is teruggekomen. Gijs Rastaker zit er weer bij. Er zijn een aantal jongens geblesseerd. We hebben een paar jongens van Eiberg erbij gekregen vorig jaar. Nou, er staat echt een heel leuk team. Wat in mijn optiek gewoon voor plek 1 tot en met 5 mee kan draaien. En volgens mij staan ze momenteel vierde. Ik heb ze een paar keer zien spelen, wat ik zei. Het straalt er vanaf. Zijn toch al vaak de bovenliggende partij. Doelpunten maken. Was in mijn tijd ook al lastig bij Haarlo, maar dat blijkt nog steeds zo te zijn. En dan krijg je het vaak wel lastig. En daar zie je een paar keer over dat ze ook in de laatste minuut nog de deksel op de neus krijgen. Tegen GSV bijvoorbeeld, tegen Deo. Nou, dat scheelt 4 punten. Dan tel je die erbij, maar goed, alles telt niet in het voetbal. Maar ze doen het echt heel leuk. Er staat een goed team. En ik ga er echt met plezier naartoe als ik ze weer op de mat zie spelen. Zeg maar. Echt leuk om te zien. Gaan we nog even naar het goede voornemen van 2022, want ja, dit jaar zitten we nagenoeg op. Wat is jouw goede voornemen, Dick Makink, voor het nieuwe jaar? Ja, maar goede voornemen, ik heb eigenlijk geen goede voornemens, want daar komt vaak niks van terecht. Ik probeer gewoon, als ik s'morgens opsta, die dag zo goed mogelijk door te komen. Uiteraard heb ik wel ideeën van, zeker nu we het over Haarlo hebben, van ja, wat zou goed zijn voor Haarlo? Nou, dat is misschien wel promotie, dat is voor elke club goed. Maar goed voor Haarlo is ook dat het enthousiasme weer terugkomt. Je merkt ook bij sommige mensen, dat was een beetje in het bestuur ook wel zo van, ja, we moeten die club nog wel blijven leiden, maar we hebben eigenlijk moeten een nieuw elan in komen. Nou, dat hoop ik een beetje daarin te brengen. Op mijn eigen manier, en die is vaak heel humoristisch en dat spreekt vaak mensen ook wel aan om het op die manier te doen. Je kunt natuurlijk niet alles met een praatje wegwuiven, maar ja, je moet wel ook de humor overal van blijven inzien. En ik denk dat we dan met z'n allen heel ver kunnen komen en zeker met een mooie club als Haarlo. Gaat dat lukken. Kortom, volle vaart vooruit. Volle vaart vooruit. Vol gas. Dankjewel. Ja, graag gedaan.